Jongens, we hebben een hutje. Vind je het mooi? Ik geef een toertje. Toer! Kom binnen. Ik draai. In de keuken. Amerikaanse vintage retro keukenblok. Achterin afzuigkapje, nog twee koelkasten. Wat er allemaal nog van doet, dat weten we niet. Maar volgens mij, ik denk dat de koelkast het gewoon doet. Hier gaan we zo meteen slapen. Maken we een bedsteedje. En dan trek je daar een tafel uit. En dan komt hier een vaste bank en een vast raam. En dan waar Christian staat, komt dan een keukenblokje. En daar in de hoek, moeilijk aanwijzen daar. Komt dan een kacheltje. Hé, hey, Yuka, wat doe je daar? Zeg eens hallo tegen de camera. Zeg eens woef. Zeg eens woef. Hij kwispelt. ja, en we gaan het strippen, isoleren, opnieuw opbouwen. En de buitenkant wordt wel echt helemaal opnieuw geschilderd. Maar goed, even een klein updateje. Ik zal sowieso nog even de buitenkant laten zien. Yuka, blijf. Dan heeft mij een beeld natuurlijk. Tata! Nog twee leuke raampjes. Dit is het, Hans. Gaat lekker? Ja, zeker. Hop! Weg ermee! Ja! Hey. Ja, druk bezig daar. Kijk eens hoe ver we al zijn gekomen. Maar hou haar zit vast. Wow. Helemaal gestript bijna. We moeten alleen nog wat platen van de muur af. Kijk, er zit zeg maar een soort... Hoe noem je dit? Hardboard. Hardboard voor. En onder ook zwaar al isolatie. Maar dat moet er af en dat gaan we beter, mooier doen. Dagbord. Bord. Oké, ik heb tools. Nou, ik heb hier nu net alle panelen weggehaald. Zodat we het kunnen isoleren. Maar het gaat niet zo makkelijk als je denkt. Kijk. Sommige stukken gaan heel mooi, sommige stukken gaan minder mooi. Maar we komen er wel. Ik denk dat ik jullie even ergens neer ga zitten. Hoop dat je niet valt. Ik heb me even anderhalf uur goed boos gemaakt. Maar, kijk, dan zie je het metaal. En dat is ook fijn, want dan zien we het precies. Nou, dat op sommige plekken is. Het valt trouwens reuze mee hoe vaak. Maar ja, dat af en toe gewoon even wat rots tussen zit. Het kozijn gaat er sowieso uit, dus dat scheelt. En deze balk wordt ook nog wel wat liefde. Maar verder, ja, is het houtwerk in best wel hele goede staat. Dus, dat is fijn. Want dan kunnen we er nieuwe isolatie in stoppen. En het helemaal lekker knus maken. Wat nog wel echt een klusje wordt, dat in deze borden. Want een deel was dus, ja, kijken. Hier, van dit soort spul. Gelijk en getaggerd. Maar een ander stuk. Ja, wat is dit? Is dit? Een soort, ja, kartonnig? Ik weet het niet. Perst, spul en het
krijg je er best moeilijk af. En dat zijn die twee zijkanten. Nou is dat natuurlijk maar een heel klein stukje, want die deuren heb ik al gedaan. Maar hier wordt het nog wel even een challenge. Dus nou ja, gaan we maar door. Hey! Hallo! Kijk! Ja! Oh, joekeboefie, kom hier. Oh. Oh, it's gone. Ja, ik wil even kijken. Ja. Kijk, dit is een mooi plaatmateriaal. Nou, de plaat op. Ziet er dan nou inderdaad een zinklaag overheen of niet? Dat weet ik niet. Nee. Het enige wat ik nog moet is dan, zeg maar, dat rondom die raampjes, maar dan moet dat afzuigding ook nog weg. Ja, maar lekker bezig, Bob. Ja. Ja, hier zit gewoon nog even. Dat is metaal. Dit niet. Nee, dat niet. Nee, ik heb nog wel meer van dit soort randjes, die moet ik nog even. Ja. Oh, maar een mooi rachelwerkje. Het zit dan niet allemaal helemaal even vast. Nee, ja, ja, dan schroeven we het alweer mooi vast. Ja. Ja, maar fijn dat het er, ja. Nog zit. Ja, het scheelt weer een hele hoop tengelen. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Daar hoeven we niks mee te doen, dus dat is heel fijn. Dus we zijn content. Ja. Weet je wat ik tegenkwam? Nou. Bijen. Ja. Wespen. Ja. Wespen. Ik weet het zien, ik weet niet of ik het kan zien. Cool. Ja. Maar we hebben nog heel veel te gaan. Vind je het mooi? Wauw. Mooi, hè? Daar komt je bed. Uit. Ja, we gaan eruit.